De burgemeester van Lingewaard treedt af. En een wethouder van Lansingerland wordt verdacht van corruptie. Groningen en Roermond, dat trok ik nog. Maar zelfs corruptie in gemeentes waar ik nog nooit van had gehoord... het gaat niet goed in Nederland. Ja, en deze dagen wordt het politieke nieuws, behalve door de formatie natuurlijk... vooral gedomineerd door het beeld van sjoemelende bestuurders en politici. Minister Spies van Binnenlandse Zaken maakt zich zorgen. Hans Andringa in Den Haag, goedenavond. Goedenavond, Chris. Gaat het hier nog om incidenten, Roermond bijvoorbeeld... of is het structureel mis in onze politiek-bestuurlijke wereld? Nou, de vrees bestaat vooral dat meer mensen gaan denken... zoals jij aan het begin van de uitzending zei... van het gaat niet goed met Nederland. Dus dat het structureel is. Want naast alle voorbeelden die we de afgelopen dagen hebben gehoord... ging het vandaag inderdaad over Lingewaard... geknoei met declaraties, Lansingerland... wethouder met belangenverstrengeling. Nou, en dat is inderdaad een reden voor minister Spies van Binnenlandse Zaken... om zich echt zorgen te maken over het imago van het publiek... bestuur in Nederland, zei ze tegen collega Wilma Borgman. Wat er aan de hand is, is dat de vier voorbeelden die u noemt... foute voorbeelden zijn van gedrag van bestuurders. Het is niet goed dat dit soort publiciteit op dit moment... het beeld van het openbaar bestuur in Nederland domineert. En daar moeten we dus ook echt met elkaar aan werken om dat te keren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je geregeld met elkaar... in functionerings- en beoordelingsgesprekken dit onderwerp ook bespreekbaar maakt. Het is ook heel goed dat burgemeesters en commissarissen... hierin een speciale verantwoordelijkheid hebben en nemen... door hier ook regelmatig het gesprek over aan te gaan... met de collega's in het college... en daar ook verantwoording over af te leggen aan de Raad of aan de Staten. Maar wie controleert de burgemeester die reisjes declareert die hij niet gemaakt heeft? Dat doet de Raad. En de Raad kan bijvoorbeeld ook een verordening vaststellen... zoals we dat in de ministerraad hebben gedaan... dat reisjes, declaraties ook openbaar gemaakt worden. Er zijn gelukkig nog steeds in het openbaar bestuur... veel meer mensen die niks te verbergen hebben... en die dat met een gerust hart ook openbaar maken. En die paar zwarte raven die ertussen zitten... die moeten we echt ook aanpakken. Ik denk dat als je een treinkaartje hebt gedeclareerd... voor een reis die je nooit gemaakt hebt en het kost je vervolgens je baan, dat die sanctie ook wel enige afschrikkende werking heeft. Ja, Hans, mooie woorden, maar gaat er ook echt iets veranderen? Nou, die kans die zit erin. Volgende week is de begroting van Binnenlandse Zaken en daar komt dit onderwerp ook uitgebreid aan de orde. Meerdere partijen hebben al aangegeven dat die integriteit van bestuurders, gemeenteraadsleden, politici, dat ze dat zeer ter harte gaat. Het aanscherpen van de regels is een van de zaken die daarbij aan de orde komt. Bijvoorbeeld moet je wethouders beter gaan screenen. En zo ja, door wie moet je dat laten doen? Wat je de laatste tijd hebt gezien is dat veel commerciële bureaus... zich op deze nieuwe groeimarkt hebben gestort. Een soort wildgroei. En daar zeggen ze nu ook van... nee, je moet dat eigenlijk onderbrengen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nou ja, het is een precair onderwerp. Als wij burgers het geloof in het bestuur verliezen... dan ben je ver van huis. Dus voor ons nog is iedereen er vooral veel aangelegen om het probleem echt aan te pakken. En niet dat we iedere week weer opnieuw dit soort verhalen horen. Nee, goed. Dankjewel. Het kritische rapport over de bestuurscultuur in de provincie Noord-Holland heeft opnieuw een VVD-bestuurder in het nauw gebracht. Oud-VVD-gedeputeerde Meidam is opgestapt als commissaris bij vastgoedonderneming SADC. In het rapport staat dat Meidam een bestuurder is met vele petten op. Hij is ondernemer en tegelijk een belangrijk adviseur van het kabinet. Vooral van demissionair minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu. Meidam was gedeputeerde van 1998 tot 2005. Hij was de voorganger van gedeputeerde Hoijmaijers, die verdacht wordt van corruptie. Meidam zegt dat hij zelf bij SADC is vertrokken, omdat hij de schijn van belangenverstrengeling tegen heeft. In het nieuws, naar aanleiding van de commissie Schoonschip in uw provincie. Nu ook uw partijgenoot Henry Meidam is per direct opgestapt. Hij was commissaris namens de provincie Noord-Holland bij de Schiphol Area Development Corporation. Meidam was de voorganger van gedeputeerde Ton Hoijmaijers. Ik moet het even uitleggen voor mensen die het niet helemaal hebben gevolgd. Dit laatste wordt op dit moment strafrechtelijk vervolgd voor het aannemen van steekpenningen, witwassen en valsheid in geschriften. Uw reactie op het vertrek van Meidam, alstublieft. Hij heeft mij woensdag op de hoogte gesteld en ik heb tegen hem gezegd... ik respecteer jouw beslissing en ik vind het verstandig wat je doet. Hij wil zijn eigen integriteit niet belasten. En het opstappen moet ook niet gezien worden als een erkenning van belangenverstrengeling... maar wel
om duidelijk te maken dat als dat kennelijk voor discussie vatbaar is, die combinatie van functies, dan maak je daar een einde aan. Juist. Hebt u aangedrongen op zijn aftreden? Ik heb aangehoord wat zijn besluit was en daarop gereageerd als ik vind dat verstandig. U hebt hem niet uit eigenaarbeweging gebeld met de mededeling het zou beter zijn als je je functie neerlegt? Nee, maar ik sluit niet uit dat hij vanuit de samenleving wel gebeld is. Wat bedoelt u daarmee? En dat hij telefoontjes gekregen heeft. En ik kreeg vervolgens van hem een telefoontje. Maar dat proces ken ik niet. Nee, maar u hebt niet het initiatief genomen tot het vertrek van deze man? Nee, maar dat kon ook nauwelijks anders, want wij hadden het rapport net aangeboden gekregen. Juist. Bent u ervan geschrokken eigenlijk? Ik heb een tweeledig gevoel. Aan de ene kant gaf het rapport aan dat er in het verleden een aantal dingen niet goed zijn gegaan. En daar moet de vinger bij gelegd worden. En dat is ook precies de reden waarom wij deze commissie verzocht hebben om een aantal dingen te onderzoeken. Ja. Tweede gevoel was, er is niet echt iets heel verrassends nieuw naar buiten gekomen. En met het huidige provinciale bestuur is in ieder geval niks mis. En datzelfde geldt voor de provinciale medewerkers. Ja, maar toch, het beeld begint nu toch wel heel pregnant anders te worden. Namelijk ook dat twee, notabene twee partijgenoten van u, de een wordt verdacht van frauduleuze handelingen en de ander wordt ook verdacht van verschillende petten op. Met andere woorden, belangenverstrengeling. Allemaal binnen uw partij. Nee, maar even voor de goede orde, want anders worden een aantal zaken door elkaar gehaald. Er is door de commissie vastgesteld dat de heer Meidam als gedeputeerde helemaal niks fout gedaan heeft. Nee, maar wel in de periode daarna, namelijk met te veel petten op, invloed heeft uitgeoefend op het beleid van zijn opvolger. Die wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschriften, aannemen van steekpenningen. Ja, maar dat heeft dus niks te maken met zijn functioneren als gedeputeerde. Heeft Meidam niks verkeerd gedaan dan? Diegenen die hem benoemd hebben in functies, die hebben wellicht onvoldoende stilgestaan bij de vraag of sommige combinaties minder gelukkig waren. Maar ik heb zelf niet kunnen vaststellen dat er, en de commissie dus ook niet, nee, dat er sprake is van belangenverstrengeling. Maar goed, u bent ook minister van Binnenlandse Zaken geweest. Je weet ook als je bestuurder wordt of als je adviseur wordt nadat je bestuurder bent geweest, dat je goed moet oppassen dat je niet de schijn op je laat van belangenverstrengeling. Nee, dat klopt. Maar ook weer even voor de goede orde en zakelijk. De heer Meidam is als commissaris benoemd bij SADC. Dat is een vastgoedbedrijf rond Schiphol, rond 2010. Dat was vijf jaar na zijn functioneren als gedeputeerde. Dus er is wat u betreft niks aan de hand? Mensen, ook oud-bestuurders, die moeten natuurlijk ook weer zelf de kost verdienen. En die moeten maatschappelijk zich ook kunnen ontplooien. En de vraag is vervolgens, hoe spring je daar zorgvuldig mee om? Ja, er gebeurde meer deze week, zoals de corruptieschandalen die naar buiten kwamen. Eerst de Roermondse VVD-wethouder Van Rij, die moest aftreden, gevolgd door het opstappen van de burgemeester van Meersen. Een liberaal partijgenoot aan wie Van Rij vertrouwelijk informatie zou hebben doorgegeven. En donderdag diende de CDA-burgemeester van Lingewaard zijn ontslag in vanwege herhaald declareren van niet gemaakte kosten. Ja, Italiaanse toestanden in de polder, daar lijkt het op. Is dat nieuw of kennen we in Nederland een lange traditie van ambtelijke corruptie? Om die vraag te beantwoorden hebben we Michel van Hulten aan de telefoon, oud-staatssecretaris en sociograaf aan de Universiteit van Amsterdam, die veel onderzoek heeft gedaan naar corruptie in binnen- en buitenland. Goedemorgen, meneer Van Hulten. Goedemorgen. Ja, moeten we ons zorgen gaan maken na afgelopen week? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we heel blij moeten zijn over wat er de afgelopen week gebeurd is, omdat nu tenminste in een paar gevallen bekend is geworden wat er echt achter de schermen gebeurt. En daar hebben we allemaal profijt van. Ja, ja, dit is maar een topje van de ijsberg. Ja, ik denk dat een van de heren die op een gegeven moment op radio of cv was en die zei dit gebeurt in heel Nederland en per ongeluk komt het nou in Roermond over water. En dat geeft eigenlijk ook de Rijksrecherche toe, omdat het eigenlijk maar een toevalstreffer is via die telefoongesprekken tussen Van Rij en Offermans. Als het inderdaad, dat dus over heel Nederland dit soort dingen gebeuren en we weten dat niet, wat er precies zich afspeelt. Ja. Maar u heeft er onderzoek naar gedaan. Het is geen nieuwe ontwikkeling in de politiek. Hè? Dit is ook een oude Nederlandse traditie. Het is in de historie.
historie natuurlijk heel gebruikelijk. Ja, vroeger werd op een heel andere wijze geregeerd en ambten werden verkocht, belastingheffing werd verkocht. Er waren mensen die zich daarmee bezighielden en die hadden dan dus een belang mee om op de juiste wijze de centjes binnen te halen die ze aan de andere kant weer moesten afdragen aan de landsheer of aan de staten of aan wie dan ook. Ja, maar hoe zat dat in de tijd van de ontstaan van onze republiek? Toen je volgens mij toch minder hoefde af te dragen aan landheren en dat soort dingen. En er een soort burgerlijk bestuur kwam. Ja, toen gebeurde er toch ook van alles. Met name omdat wij natuurlijk nogal in de koloniën zaten. Dat was toch wel een hele belangrijke zaak. Onze hele zeescheepvaart met de vaart op de Oostzee en de vaart op wat nu Indonesië is. Ja, daar werden voortdurend ambten verkocht. Je kon voor een prijs kon je daar terecht. En bijvoorbeeld bekend, de Zeeuwse bewindhebbers van de VOC, die hadden onderling een afspraak dat bij toerbeurt iemand mocht worden aangewezen als onderkoopman. Dat ging dus kennelijk niet op kwaliteit van mensen, op de functie die ze moesten gaan uitoefenen. Maar iedereen kwam aan zijn trekken. Want als je onderkoopman werd, dan kon je goed bijverdienen. En dat was een hele mooie post. Ja, ja, maar en hoe zat het met gezagsdragers, burgemeesters, andere bestuurders in die tijd? Nou ja, daar werd natuurlijk ook omkoping gepleegd. Er waren bepaalde families, betrekkelijk klein aantal families, bijvoorbeeld in Amsterdam, die een stadsbestuur vormden. En zelfs zonder dat je daar precies de feiten van op tafel krijgt, kun je nagaan dat er een zekere afwisseling optreedt onder die burgemeesters. Dan is dus een uitruil tussen families. Wanneer ben ik aan de beurt, wanneer ben jij aan de beurt? En dat gebeurt niet voor niks. Dat is macht veroveren om die macht te kunnen gebruiken om er zelf beter van te worden. En dat is toch de essentie van corruptie. Een instantie waar in die tijd natuurlijk veel verdiend kon worden was de VOC. Was de VOC vrij van corruptie? Nee, bepaald niet. Die was er onberucht. En het interessante eigenlijk bij de VOC is nog dat de bewindvoerders hier in Nederland, in de verschillende kamers van de VOC, dat die het wisten en konden weten, omdat hun mensen die naar de Grote Oost gingen, die dus naar Indonesië gingen om daar de handel te verzorgen, die stuurden de extra verdiensten die ze daar maakten. En dat liep echt in de tienduizenden guldens. En vergeleken met nu moet je dan in de honderdduizenden en de miljoenen denken. Die maakten ze via de bank van de VOC over naar Nederland. Mocht dat allemaal zomaar? Het mocht natuurlijk niet, maar het werd wel getolereerd. Het was aanvaard gebruik. Ja, maar dat kan toch nooit goed voor het bedrijf geweest zijn? Nou ja, het bedrijf is dan ook failliet gegaan aan het eind van de 18e eeuw. Dus ik denk dat dat daar veel mee te maken heeft gehad. En kwam men toen niet op het idee om een paar regeltjes op te stellen om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen? Nee, want het grote probleem is namelijk dat degene die extra winsten binnenstrijken, dat zijn tegelijk ook de machthebbers. En die zouden degene moeten zijn die de regels moeten aanscherpen. En dat probleem, dat blijft bestaan. Dat is ook op dit moment nog steeds het probleem. Mensen komen aan de macht en denken dan op een gegeven moment dat ze een soort onderkoning zijn geworden. Tot het moment komt dat ze zelf denken als onderkoning dat geld te moeten verdienen. En dan gaat het. En zijn niet de mensen, de eerste mensen die de regels aanscherpen. U doet nou alsof het een groot nationaal probleem is waar wij eigenlijk helemaal niet van op de hoogte zijn. Nou, ik denk dat het grootste probleem eigenlijk erachter ligt, wat ik nu zeg, is dat de controleinstanties die mensen die macht hebben moeten controleren, die moeten toezien. Dus leden van raden van toezicht, gemeenteraden, provinciale staten, Tweede Kamer. Dat die te weinig en niet scherp genoeg hun taak uitvoeren. Een gemeenteraad in Roermond die had al 10 jaar de kans om te kijken naar wat er met meneer Van Rij aan de hand was. Er was notabene een reglement in Roermond waarbij werd aangetekend in een register van BMW wat ze deden aan zaken die je mogelijk kon scharen onder integriteitsbeheer. Mm-hmm. Dat register werd nooit geraadpleegd door raadsleden. Dan denk je, ja, als je dat nou als raad instelt, dan moet je dat natuurlijk wel gebruiken. Is het nou, wat denkt u, komt het nou dat niet raadplegen? Komt dat nou omdat men denkt, dat komt bij ons niet voor, dus je komt niet op het idee om dat te doen? Of is het juist omgekeerd dat ze weten, ja, we weten dat het gebeurt en laten we ons dus er maar niet mee bemoeien? Nou, het wordt iedere keer weer opnieuw geprobeerd. Ik denk dat een hele hoop toezichthouders eigenlijk wel vinden dat dit moet en dat ze hun taak moeten uitvoeren. Dan komt er ook zo'n register tot stand. Kijk op het internet naar het register van de Tweede Kamer, het cadeauregister. Als je dat register moet geloven, dan krijgt geen enkel Kamerlid vrijwel nooit een cadeau. Nou, dat is natuurlijk niet waar, dat kan niet. Er is ook een reizenregister, daar staat vrijwel niemand in. En wat erin staat zijn reizen die betaald zijn door de Tweede Kamer zelf.
Die registers worden ingesteld met een goede bedoeling. We willen controleren, we stellen dus een register in. Alleen vervolgens is er niet ergens iemand benoemd die regelmatig dat register in de gaten houdt en die terugmeldt, bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer of terugmeldt naar BMW of de gemeenteraad, van wij constateren dat er een register is om bepaalde zaken te noteren. We zien dat degenen die dat zouden moeten doen, het niet doen. Ja. En dan moet je dus ingrijpen en niet zoals bij Van Rij, die overigens nog steeds niet veroordeeld is, hij is pas in onderzoek, niet continu in de gaten houden. En dan kan het natuurlijk doorzieken als je dat 10 jaar laat lopen. Ja, dan gaat het op een gegeven moment fout en dat is dus kennelijk nu gebeurd. Ja, maar u suggereert eigenlijk dat er sinds die VOC-tijd weinig veranderd is. We hebben nu een kleine 100 jaar hebben we algemeen kiesrecht. Wat ook betekent dat als mensen gekke dingen doen, dat ze niet herkozen hoeven worden. Heeft dat dan niets veranderd? Is er niet gepoogd in het verleden, als we nou wat verder teruggaan, om daar verandering in aan te brengen? Om dit wel helder te krijgen? Natuurlijk is dat gepoogd. Het is ook deels gelukt. Onder andere onze politie in het hele land, die komt in alle onderzoek er uitstekend uit. We hebben een politiekorps wat feitelijk niet toegankelijk is voor corrupt handelen. Nou, daar mogen we ons voor prijzen aan de ene kant. Ja, maar als we het even tot de politici beperkt houden? Ja, maar die politici zijn wel belangrijk natuurlijk, want die politici worden dus ook in de gaten gehouden door die goede politie. En dat gebeurt in sommige buitenlanden nog niet eens. Dus op dat punt zitten we nog vrij goed. Hebben we al heel wat bereikt. Maar we moeten veel en veel verder gaan. Hoe dan? Moet er scherpere wetgeving komen? Nou, dat moet om te beginnen natuurlijk beter gekeken worden wie naar bepaalde posten gaat. Nou, daar zijn ook anderen mee bezig met die gedachten. Je moet natuurlijk, er zijn allerlei integriteitsvoorschriften vanuit de overheid. Er zijn allerlei handleidingen hoe gemeenteambtenaren en gemeentelijke politici, provinciale politici zich dienen te gedragen. Gebeurt dat dan ook zoals dat in die handreikingen staat? Wat doen we met mensen als we constateren dat er iets fout is? We weten vrijwel zeker dat er allerlei zaken verkeerd lopen in zowel de politiek als de ambtenarij om die politiek heen, die onder de pet worden gehouden. Daar wordt intern, wordt daar disciplinair, worden er maatregelen genomen, maar die worden niet bekendgemaakt. Michel van Hulten, we moeten gaan afronden. Het feit dat er geen bekendheid aan is, wordt gegeven, dat heeft misschien ook, is misschien ook een van de oorzaken dat uw boek Corruptie, Handel in Macht en Invloed, is het nog te verkrijgen? Dat is gewoon in de handel, iets van de staatsdrukkerij. Elke boekhandel zou het in principe kunnen hebben. Maar okay. Het opvallende is, het is al eerder gebeurd met auteurs op dit terrein. Ze worden niet gerecenseerd, kranten doen het niet. Hebben het in ieder geval genoemd. En ik moet er een eind aan maken voor dit gesprek. Na het nieuws zijn we weer terug. Dank u wel, Michel van Hulten.